In baan nummer 1 voor Israël, Erol Halevi. In baan 2 voor Heerenveen, Lisette Bruinsma. Baan 3 voor ZPC Hogeveen, Sanne Hofman. Baan 4, Link 4 voor Germany, Maaike Naomi Schnitker. Baan 5 voor Hieronymus, Manon Vermarien. Baan 6 voor AZC, Jonne Moleman. Baan 7 voor Woerden, Vivian Brak. En op baan 8, Lene Vrijland, Nicole Turner. Take your marks. Keerpunt 200 meter, Maaike Naomi Schnitker ruim aan de leiding 2, 17, 27. En dan naar het 300 meter keerpunt voor Maaike Naomi Schnitker. Ze keert hier een 3:29.51. Tweede plaats voor Manon van Marien, 3:40.09.
En de derde plek is er voor Sanne Hofman, 351-81. Twee Nederlandse koorhoudsters in het water, Lisette Bruinsma in baan nummer 2. En Manon Vermariën in baan nummer 5. Al twee limieten weggegeven voor Rio. Manon Vermariën en Lisette Bruinsma, ook Sanne Hofman. Zij is bezig om te kijken naar Rio in baan nummer 3. Ze zou daar graag naartoe gaan. Ze zat vanmorgen 2 seconden boven de limiet. Kijken of ze die hier nu vanavond wel kan zwemmen. Maar hier de finish van de dame in baan nummer 4. Maaike Naomi Schnitke. En zij tikt aan in 4:41.43. Marien dus als tweede. Tikt aan de 4:55.21. Dan gaan we de klok aftellen voor Sanne Hofman. Haalt ze de limiet, de 15:97 in baan nummer 3. En daar is hij, 5:08.87. En dat is voor Sanne Hofman de limiet. Rio de Janeiro! Dat waren hier de dames Erel Halevi. Zij tikt aan en dan is het Nicole Turner in baan nummer 8, categorie S6 zwemster. En zij maakt het rijtje dames compleet. Dan gaan we kijken naar de einduitslag. Dan gaan we kijken het hoogste puntenaantal. Is Maaike Naomi Schnitke, maar voor het Nederlands kampioenschap 908 punten. Dus was IPC finale, dus nieuwe Nederlands kampioen. Zij heet Lisette Bruinsma. Dan gaan we naar de volgende